shit, ik ben rood. What the fuck? Oké, ja, fuck the shit. Yo, YouTube, Ace hier met vandaag een nieuwe video op mijn kanaal. Zo'n video op mijn kanaal. Die komt erop via uploaden. Ik render die in een bestandje. Zet ik op mijn kanaal. Zo liken. Like de video. Vandaag gaat het nog iets heel speciaal. Want het is erg speciaal. En ik heb er een kut verhaal over. En het moet verteld worden. Want het is een kut verhaal. Vandaag gaan wij iets hebben over porno op Facebook. Zoals ik al eerder had getoond in deze video. Op een random edit. Maar dat wordt een hele speciale video. Hele leuke video. Smash even die likes. Zodat we misschien weer de 1000 likes kunnen halen. Zo fucking awesome zijn. Ik ben Acid. En ik zou zeggen. Gewoon, ja, let's do this. Beeld je in dat als ik een video maak, dat je gewoon in een cinemazaal wordt afgespeeld voor al mijn subs. Stel je voor dat er dan elke dag mensen naar de cinema gaan om te kijken naar mijn video's op het grote scherm. Hoe fucking awesome zou dat zijn? Ja, zeg. Allee, hoe het is te over. Heel de dag zie je thuis, doe je niks. En ook ik ben gaan slapen, begin hier een beetje te livestreamen. Ik zit toch niet aan livestreamen? Wat zie je dan aan het doen? Hashtag mama hype video's of zo. Let's go. Vandaag gaan we het hebben over porno op Facebook. Velen van jullie weten waarschijnlijk wat het is. Velen van jullie hebben er waarschijnlijk ook al mee te maken gekregen. Maar voor de mensen die uit Nederland komen, die waarschijnlijk geen Facebook hebben en waarbij Facebook niet zo bekend is. Zij weten waarschijnlijk niet over wat het gaat, maar ik heb een heel leuk verhaal erover, want er is iets heel kut gebeurd. En dat ga ik nu met jullie delen. Dus neem een hapje, neem een drankje en geniet van deze video terwijl je even op die like drukt. Dus om het heel simpel uit te leggen. Holy shit, camera's help daar. Stel scherp aan mij. Dus om het heel makkelijk uit te leggen. Ik kwam thuis op een dag van mijn werk. En ik kom thuis en ik kijk op Facebook. Facebook of wat? En ik zie niks speciaal op Facebook zoals altijd. Ik kijk er gewoon een beetje op. Leuk, funny. Ik ging naar mijn Facebook profiel gewoon omdat ik dacht van. Hé, hey, we gaan eens kijken of er nog iets leuk op mijn profiel staat. En ik kijk naar mijn profiel en het eerste wat ik zie. Horny teen gets fucked in classroom. En nog 10 andere dingen daaronder. Van mensen dat je kent. Er zaten daar mensen bij die in mijn klas zaten. Er zaten daar mensen bij die in mijn stad woonde. En ook gewoon random randoms. Allemaal geen probleem. Ik verwijder die shit gewoon. Ik dacht van, gaat wel een foutje zijn of zo. Mensen die per ongeluk iets delen als ze iets leuk aan het toe zijn op een website. Haha. Dat was niet zo. Het ergste was, het was geen porno. Het was een virus die undercover zat in een linkje porno. De porno was niet echt. Maar mensen die erop klikten en de porno wouden afspelen, die moesten iets downloaden. En als je dat downloadde, dan ging je akkoord met iets. En dan deelde je die porno op Facebook. Zodat andere mensen het virus ook binnenkregen. Wat is het leuke aan het virus? Je weet wie erop geklikt heeft. Dus je weet wie er zin had om naar porno te kijken. Dat is wel fucking grappig. Vond ik wel. Ik weet niet, ik vond het wel funny. Ik klik gewoon niet op die links en ik negeer ze gewoon. Want meestal sturen de mensen zelf erna ook wel een bericht naar mij. Van niet op klikken, het is virus, bla bla bla. Maar inderdaad, het grappigste van die porno is inderdaad dat je gewoon kan zien wie erop geklikt heeft. En wie probeerd heeft om het echt te kijken. Vind ik wel grappig, maar zwat. Nu komt het epische verhaal waar we allemaal hebben op gewacht. Let's go. Op een dag kwam ik gewoon chill thuis. Ik had een beetje op Facebook shit, la la la. En ik kreeg een bericht van een volwassen vrouw. Een volwassen vrouw die echt kwaad was. Die super boos was op mij. Want ze zei dat ik haar zoon in contact had gebracht met porno. Door die shit op mijn Facebook te laten staan. En dat mijn schuld was dat haar kind vroeg wat er op die foto's te zien was. Ik wist niet wat ik daarop moest antwoorden. Ik wist niet wat ik moest zeggen tegen die vrouw. Het enige wat ik kon doen was het proberen uit te leggen. Dus ik heb dat gedaan. Ik heb geprobeerd uit te leggen aan die vrouw dat ik die dingen daar niet heb opgezet. En dat ik elke dag gewoon opnieuw 10 verschillende links moet verwijderen van mijn account. Ik heb proberen uit te leggen aan die mevrouw dat ik niks heb gedaan met porno op mijn Facebook account. Toch niet op Facebook. Haha. En dat ik er echt niks aan kan doen dat haar zoon mij opzoekt op Facebook en dan daarbij terechtkomt. Ik heb me gewoon verontschuldigd aan die mevrouw, maar die werd echt kwaad. Die zei echt dat het niet normaal was dat dat mijn account stond, omdat ik een bekend persoon ben en dat veel mensen dat zien en dat dat, ja, gewoon slecht is voor kleine kinderen. Maar ik kan er inderdaad helemaal niks aan doen. Ik heb zelf ook al gezien dat sommige thumbnails van die video's echt wel gewoon pure porno zijn. Maar het grappigste is dat er niks van porno mee verbonden is. Je kan de video nooit zien. Als je die video wel wil zien, denk ik dat het makkelijker is om gewoon zelf een beetje research te doen hoe je dat kan vinden. Want dus dat is er gebeurd en ik vond dat zo kut. En ik wist echt niet wat ik moest zeggen tegen die mevrouw. En ik krijg er elke dag nog steeds 10 binnen. Nu voor de mensen die een beetje dieper zijn geïnteresseerd in het virus, ik ga het kort zeggen. Je klikt op de link, je komt bij een afspeelmachine, je klikt op play. Wanneer je op play drukt, word je gevraagd om iets te downloaden. Als je dit programma downloadt, download je eigenlijk een soort van screen
screencapture. Maar die screencapture kan je niet zien wat volgens die mensen is die, ja, die player gewoon om de porno te kunnen bekijken. Maar je kan het nooit zien. Wanneer je het hebt gedownload, vragen ze om een linkje te delen. Klik eens op delen. Boom! Porno verspreidt zich in de wereld. Wat er eigenlijk net is gebeurd, is jij hebt een soort van screencapture gedownload die jouw beeld 24/7 recordt en ook jouw paswoorden, creditcardnummers en al die shit opslaat. Waardoor je eigenlijk volledig de lul bent en waardoor die computer eigenlijk gewoon volledig gehackt is. Maar als je een goed antivirus hebt, dan kan je dit programma niet eens downloaden. Dus, I don't know, I have no trouble with that. Dus gewoon the more you know. Wat is er? Nee, doe hem verder. Het is bijna gedaan. Kort, en toen alsjeblieft stellen. Dat is ook een kind niet slopen. Wil je nog iets zeggen? Ja. We willen naar porno kijken. Laat ze kijken naar porno, maar je moet niet roepen. Mag wel slopen. Dat is de quote van de day. Ze willen kijken naar porno, laat ze kijken naar porno. Dat is gewoon ziek goeie. Oké, ja, bij deze weten jullie ook weer wat ik bedoel met die shit. Ja, download gewoon als je porno wil kijken. Ja, terug. Ik ben Acid en ik zou zeggen, vond je dit nu een leuke video? Dan zeker even een duimpje omhoog. Ik ben Acid en ik zou zeggen, drop een likeje, drop een comment, check zeker de vorige video en klik op een random video als jij nog iets leuk wil zien van mij. Ik zie jullie morgen met een nieuwe video op mijn kanaal om 7 uur. Adios, bitches. Ah ja, by the way, mijn social media staat hier beneden, dus volg jij me nog niet op Twitter? Heb je mijn Snapchat nog niet? Heb je mijn Facebookpagina nog niet geliked? Volg je me nog niet op Beam? Heb je mijn... bijna niet gesubbed op mijn YouTube channel. Staat allemaal beneden in de beschrijving. Dus check dat zeker ook eens uit. Ik ben Acid en ik zal zeggen, ja, yeah.